Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En deze keer ben ik in Landgraaf. De befaamde trappen. Ik ga ze dadelijk eens proberen op te rennen. Verder hebben we Beuzeltime. We hebben natuurlijk de scholenchallenge. En we starten met het kerngezonde nieuws van deze week. De bewoners van woonzorgcentrum Herten kregen wederom bezoek van de jongens onder 15 van SHH Herten. In gemengde groepjes werd de kennis getest van muziek, sport en politiek. En dat ging in een bijzonder leuke sfeer onder het genot van koffie, thee of een glaasje ranja. De kinderen van basisschool De Mussenberg uit Horn kregen een smaakles in hun eigen school. De onderdelen waren een gezond gerechtje maken, een voedingsquiz en het super onderhoudende ren je rot. Dus ook voor beweging werd gezorgd. Deze keer is het de beurt aan basisschool De Zwiek uit Roggel om de strijd aan te gaan in de scholenchallenge. Dit zijn de kandidaten van Balpong, het eerste onderdeel. Elk kind gooit één keer. Nummer 1 gooit met een mooi boogje, maar helaas. Nummer 2 maakt eerst een schijnbeweging en heeft vervolgens pech. Nummer 3 gooit iets te laag. Jammer. Nummer 4 gooit tegen de rand. Oeh, wat een pech. En nummer 5 overkomt hetzelfde. Helaas. Helaas blijft het bij 0 punten, maar geen nood. Het volgende team staat klaar voor het volgende onderdeel. De bandenrace. Nummer 1 schiet uit het startschot. Wat een tempo zeg. Super. En nummer 2 is ook al onderweg. Ook zij kent geen enkel probleem. Hoppa! Nummer 3 vliegt over de baan. Wow, wat is dit een team. En ook nummer 4 heeft de motor gestart. Super hoor! En dan nummer 5. Ook die gaat snel en klaar. Maar liefst 31 punten. Dat is wel erg goed. Op naar het wasmachinebal. Het volgende onderdeel. En dit zijn de deelnemers. Krijgt één van hen de bal in de wasmachine? We gaan het zien. Nummer 1 gooit en... net mis. Jammer. Nummer 2 gooit boven Hans. En mist ook net. Jammer. Nummer 3 is een kopie van nummer 2. Jammer dus. Nummer 4 gaat onderhands en hoog. Maar ook hij heeft pech. Nummer 5 lijkt alles omver te willen gooien. Maar ook hij mist. Dit is ook wel erg lastig, dat wasmachinebal. Helaas, 0 punten. En het totaal blijft 31 punten. Het laatste onderdeel is de ijzeren bal. En dit zijn de kampioenen van De Zwiek die dit onderdeel gaan doen. Zo snel mogelijk naar de overkant en zoveel mogelijk punten scoren. Daar gaan ze. Leuk om de wereld op zijn kop te zien. Ze heeft er plezier in. En nog een supersnelle tijd wordt dit ook. Kijk, maar liefst 38 punten voor basisschool De Zwiek. Dat brengt het totaal op 69 punten. En daarmee komen zij op een voorlopig eerste plek in ons klassement van de scholenchallenge. Goed gedaan, Roggel! Kom maar even wisselen, Pietertje. Beuzelsnack. Beuzeltime. Hey Benny. Hallo chef. En jij bent? Ik ben Professor Mighty One. Professor Mighty One. Ik ben op een missie. Ik heb een beuzel meegenomen. Ik weet alleen niet wat het is. En ik heb hem gewoon hier naartoe gebracht. Misschien kan ik het wel ontdekken. Of bedenken. Bedenken? Zus, zou je jullie willen helpen? Laten we ze even goed bekijken. Hij is rond en dit glimt prachtig. En hier zit zo'n... Handeltje. Hey, beweeg.
Kom blijven. Ah, hey, daar had ik nog eens gezien. Wat zit er allemaal in, hé? Kijk eens hier. Wow. Het is fantastisch. Kijk eens hier hoe dat beweegt. Ik kan er ook wel af. Hij haalt het gewoon eraf. Het is een bouwpakket. Ja. Ik heb dit wel eens gezien. Oh ja? Ja, dit is een tol. Hé. Hey. Zie je dat? Hij kan een beetje komen. Ja, maar wat is dit dan? Ja. Ik heb geen flauw idee. De binnenkant ziet prachtig verroest. En kan je hier ook iets van maken? Tuurlijk kunnen we er iets van maken. Huh? Kijk. Ja, dan moet je daaraan hangen en dan ga je zo ronddraaien. Attractie. Een nieuw model van de kermisattractie. Het is zo belangrijk om van alles te hebben liggen. Dan krijg je steeds nieuwe ideeën. Aha. Uh-huh. Kijk, en dan kun je altijd weer nieuwe dingen combineren. Combineren! Combineren! Dus met zo'n stoeltje waar je dan in zit. Dit is gewoon super gaaf. En dan hebben we deze nog erbij. En dan heb je gewoon een nieuw soort kermisattractie. En dit is voor de landing, hè. Dit is, kijk, daar gaat die... Attention! En die hebben wij nu hier zo de plek bedacht. Wauw! Ik ga even terugzetten. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze beuzel al van zichzelf een bedoeling heeft. Hallo? Hallo? Hoor je iets? Hallo, hallo? Nee, geen gehoor. Ik zie geen microfoon. Als ik dit zo zie, dan denk ik dat je dit moet gebruiken om iets aan te zetten. Want ik denk namelijk dat dit iets is als een soort van begin voor een knikkerbaan. En dan deze vangt de knikker op. En dan... Weet je dat je gewonnen bent? Hé, dat is een goeie. Vet. Knikkerbaan. Zo maken we een baantje zo voor die knikker. Dat hij precies erheen gaat. Kijk of dat gaat lukken hoor. Zo staan. Ja, en anders hebben we altijd magische wondermiddelen. Dit is het materiaal voor Professor Mighty One. Ik wil zeggen, als ik snel iets wil proberen of iets kan, dan maak ik gewoon vast met tape. Nou, dit is helemaal geweldig, dit spul. Nou, kijk of hij het doet. En dan schiet hij die kant op, hè, als het goed is. Bam! Bam! Woo! Yes! Vet. Ja, en natuurlijk kunnen we die baan langer en langer en langer maken, hè? Wil je een beetje een dikke buis? Een beetje. Als we zorgen dat hij hier in komt, en dan komt hij hier beneden, en dan is het ping, ping. Zo. Ja. Ding. Komt hij dan naar de ingang van de buis. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn hier bij de lancering van de knikkerbaan. 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1! Ah, 3, 2, 1! Oh. Ja. Knikkerbaan, wat een feest! Kijk eens om je heen waar jij een knikkerbaan van kan maken. Ja toch? Dat zijn keiveel spullen. En zorg ik voor een helling en misschien een bocht erin. Hoe vet! Stuur je creaties op. Ik ben kei benieuwd. Ja. Het is gelukt. En daarmee zijn we ook aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Bedankt voor het kijken. Blijf gezond, pak een paar trappen zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Hoi!